Goedemorgen, op deze morgen. Ik hoop nog één dagje dat ik zonder gebitje zit. Want ik word er een beetje moe van, ik weet nou niet meer wat ik 's morgens moet gaan eten. Dus, het is niet zo'n mooie dag daarna. Wat ga ik doen? Ik ga naar de markt, ik neem je mee naar de markt. Voor de rest, ik ga een beetje fietsen, het is woensdag, dus het is een beetje mijn rustdag. Wat heb ik als ontbijtje? Ik heb als ontbijtje heb ik een ei, ik zal hem even laten zien, een gekookt ei, ontwikkeld met kaas en eentje met gebraden gehakt. En een grote bak thee. Dus. Punk zit alweer te kijken. Hé, Punk. Kijk. Die zit alweer te kijken. Van, hé, dat is lekker. Dus vandaag niet trainen. Maar. Het begint overal ergens op te lijken. Dus ik denk dat. En ik ben niet afgevallen. Dus ik denk dat het gewoon spierkracht is die. Spiermassa is. Die ik ontwikkeld heb in de laatste weken. Dus, nou. Ik zie u later. Goedemiddag. Ben hier bij de lunch. Ik zou u meenemen naar de markt. Maar ik dacht dat ik hem niet bij me had. Maar hij zat wel in mijn zak. Dus, maar het is koud weer. Ik heb er net vanaf de markt even 10 kilometer gefietst. Maar ik was blij dat ik thuis was. Het is echt koud. Het is weer waterkoud. Vanmiddag ga ik misschien nog even fietsen, maar ik moet ook nog administratie bijwerken, dus ik zie het wel. Als lunch heb ik de soep van gisteren, de paddenstoelensoep, alleen de paddenstoelen waren op. De champignonjes waren op en nu heb ik er makreel in gegooid, dus kijk hoe dat smaakt. Ik had nog een grote makreel, ik koop er altijd twee op de markt, maar met het tandloze gedoe moeten ze nou anders verwerkt worden. Dus. Nou, ik wens u een prettige middag en ik zie u later. Een goede avond. We zijn weer aangeland in de keuken. Het zal vandaag een heel saai filmpje wezen, maar als u buiten kijkt, bij mij, dan is het ook saai. Kijk. Dit is buiten. Het is gewoon saai weer. Het is vandaag mijn rustdag, dus ik heb niet veel gedaan. Ik heb bij elkaar 20 kilometer gefietst, dus dat is een klein eentje. Hopelijk morgen ga ik mijn gebitje halen. En dan ga ik gelijk wat lekkers eten. Wat eten we vanavond? Nou, vanavond eten we een noedelsoep met pak soi. Wat hebben we nodig? Nou, dat is het simpelste. Ik geloof dat iedereen dit kan maken. Dit is het enige wat je nodig hebt, is een roerbak noedel. Ja. 4 centimeter gember. Pak soi. Ik doe er voor de smaak doe ik er nog een preitje in. En apart heb ik een kipfiletje. Dat ik heerlijk ga kruiden. Dus dat wordt het vanavond. Goedenavond. We zitten hier weer aan tafel. Een beetje de dag door te nemen. Nou, ik heb niet veel gedaan vandaag. Ik heb 20 kilometer gefietst. Ik heb een beetje geslapen, ik heb een beetje mijn administratie en mijn huis opgeruimd, dus dat was het. Wat ik gemaakt heb, dat is een noedelsoep. Heel eenvoudig, gember erin en roerbaknoedels van Maggi. Er zit een zakje bij, dat moet hij eruit in het water strooien. Gember erbij, 4 centimeter. In kleine stukjes snijden
En ik heb een kippenfiletje. Die heb ik gevuld met kaas. En dan lekker gekruid aan de buitenkant. En nou, dat is toch een geweldig maal voor mij, dacht ik zo. Ja, wat ga ik vanavond doen? Ik zat gisteravond naar Popcorn te kijken en heb ik Pixels gezien, die film. Grappige film, heel leuke film. Dus ik denk dat ik vanavond weer Popcorn opzet, want er is niks aan op televisie. Nou ja, Ajax Feyenoord, maar dan krijg je alleen maar een samenvatting van. Of je moet Sport 2 hebben. Dus dat zie ik allemaal wel, wie er gewonnen heeft en wie er verloren heeft. En anders hoor ik het morgen wel of ik lees het in de krant. Ik kijk in ieder geval geen DB, De Wereld Draait Door of Pauw. Dat ga ik echt niet kijken. Ik kijk nog liever naar, die gekleurde man, dan naar Pauw. En anders zet ik hem weer op het MBB, MMA boksen. Op 13, dat is ook wel grappig. Dus, nou ja, morgen is alweer donderdag. Dus morgen gaan we er weer lekker keihard tegenaan. Dit was echt een rustdag. En ik had hem dan nodig ook. Want ik viel in slaap vanmiddag. Dus. Oké. Ik wens u een prettige avond. Hoppa.